De activiteiten rond de herdenking van 165 jaar Chinese immigratie verlopen naar wens. De Suriname Chinese United Association, SCUA, heeft een persconferentie belegd om informatie te verschaffen over de activiteiten die in dat kader worden georganiseerd. De eerste activiteit is een street food fair die morgen wordt gehouden bij Sunyi Noord aan de Wilhelminastraat. Rui Wang, bestuurslid van Kongyi Tongsang, gaat nader in op de activiteiten in het kader van 165 jaar herdenking van de Chinese immigratie. Op zondag 14 oktober 2018 hebben we een street food fair. En dat wordt gehouden bij Sunyi Noord aan de David Simonstraat. En Wilhelminastraat. En we starten vanaf 9 uur. Daarna op donderdag 18 oktober 2018 om 7 uur bij Witte Lotus hebben we een receptie. Vervolgens op 20 oktober 2018 om 7 uur hebben we op het Onafhankelijkheidsplein hebben we een podium optreden. 7 uur s'avonds. Ja. En op 19 oktober 2018 om 9 uur hebben we een kranslegging bij de Vriendschapspark en de en Nieuw Amsterdam. In Kommerwijn. Twee plekken. Hoe laat is het? Om 9 uur 's morgens. Zien we jouw je kom jong. We gaan eerst naar Vriendschapspark. Aan de Jacobet Lachmoestraat. En daarna gaan we naar Nieuw Amsterdam. En daarnaast hebben we ook nog een foto-tentoonstelling. En dat is vanaf 19 oktober vrijdag tot en met 21 oktober. Van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Bij Kongyi Tongsang. Aan de Dr. Sofia Redmanstraat. Het thema voor de viering is vrede en harmonie. Er zijn verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. En om het land te ontwikkelen moeten we in vrede en harmonie met elkaar leven, geeft Wang aan. Hij legt uit wat dit jubileumjaar voor de organisatie betekent. Het is eigenlijk een herdenking aan onze voorouders die 165 jaar terug in Suriname zijn aangekomen. Hoe ze hebben gevochten, hoe ze hebben eigenlijk een bijdrage heeft kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. En daarom denken we elk jaar hebben we dan een herdenkingsfeest. En om de 5 jaar hebben we een klein feest en om de 10 jaar hebben we dan een groot feest. En ook mooie dingen die we zien vaak, mooie dingen die we zien. En elk jaar hebben we een kranslegging bij de Vriendschapspark en de Nieuw Amsterdam. Tot zover Rui Wang, bestuurslid van de Chinese vereniging Kongyi Tongsang. Hij sprak gisteren over de activiteiten die gehouden zullen worden in verband met 165 jaar Chinese immigratie. De activiteiten starten morgen bij Sunyi Noord.